Bubbly. Vandaag weer een nieuwe video en het is vandaag zondag. En we gaan de kleine Siberische kittens weer naar buiten zetten. Kijk, daar komt de rest ook. Hé, hey, dikke zeekoe. Dikke zeekoe? Ja, dikke zeekoe. Het is vandaag hopelijk hartstikke lekker weer. Ja, dat wordt wel verteld. Ja, dus daar heb ik me dan ook maar even op gekleed, hoop ik. Oké. Nu is natuurlijk de vraag, niet dat ik veel buiten kom vandaag, want ik moet leren. Oh ja. Laat ik moet nog even vier vakken leren en morgen moet ik nog 2 vakken leren. En dan... 6 vakken? Ja, nee, het zijn 4 vakken, maar morgen moet ik maar 2 vakken leren. Vandaag moet ik alle 4 vakken leren. Oké. Nee, ja. Zo kan ik ook rekenen. Ja. Maar je morgen heb je ook 2 toetsen. Dus blijven er nog maar 2 over. Ja. Ja, oké. Dus ik zeg, ik heb nog maar 4 vakken. Nou goed. Kijk. Alles is weer buiten. Alles is lekker buiten. Vliegje. Als je een vlieg. Dus. Ja. Lekker. Oeh. Lekker spelen. Nou, dat komt wel goed. Oh, even uitrekken natuurlijk, Marnie. Misschien alleen nog even Vee en Frodo. Ja. Oeh, dit. Nou, Marnie, niet aardig. Nu gaan over 2 weken. Gaan volgens mij de 2 weg, hè? Ja. Dus dan, die crème en 1 van die witte. Ja, en dat en dan een paar weken later, want die mensen gaan op vakantie. Gaan die andere 2 witte weg. Ja, en Gigi die blijft bij ons. Sorry? Gigi blijft bij ons. Gigi? Ja, Gigi is de rode. Zo, de rode. De rode? Ja, yeah, de rode. Hé, Jilly. Jilly Penny. Ja. Oké. Nou. Ja, hey, jij gaat even lekker leren. Oh, kijk eens staan dan. Ja, ik ga even allemaal lekker rondlopen. Ja, ik ga maar even leren. Ik pak even wat eten weer boven, want ik heb nog niet ontbeten. Dus, Goed. Ja. We gaan even wat eten. Ja, we gaan eten. Wat gaan we eten? Wat hebben we? We gaan dit eten. Wat eten? Wat is dat? Het is... Oh ja, die was lekker, hè? Ja, die hebben we al eerder gegeten. Ja, die was lekker. Dus, okay. We gaan die pakken. Nou ja, gisteren ging die eikunst ook wel goed. Ja. Dus ik ben nu benieuwd wat je nu gaat doen. Even kijken, ik denk dat... Ja, is het pannetje goed? Oké. Alright. Ga ik het eerst inploppen? Alright. Oh, ja. Lekker zo. Gaat goed, hè? Eeuw! Ja. Wat een lekkere drillpudding! Kijk dat, dan gaat het. Ja, gelukkig is het warm, dan is het weer lekker. Misschien moet ik ook wel de pan aanzetten. Ja, de pan even warm. Ja. Wat ga jij doen dan? Ik doe een brood roosteren. Brood roosteren? Ja. Oh. Dan krijg je een beetje een gebakken kroketje. Ja. Hij rookt wel, hè? Joe. Ja, ik weet niet wat moet. Ik ook niet. Kan jij dat eens even roeren misschien? Oh, het gaat echt fout. Hier. Zie je hem roeren? Ja, hij leeft toch. Hij gaat helemaal zo. Oh. Laat het nou even op het vuur staan. Nu gaat de rest ook. Vuur. Nu gaat de rest ook aan. Ja, er is geen vuur. Op die warmteplaats staan. Ja, het voordeel is, de zon schijnt, dus het is nu je eigen stroom. Oké, nou. We kunnen nu alles doen, hè? Wasmachine aanzetten, alles op de zon schijnt. Eindelijk. We hebben eindelijk gebruik van onze zonnepanelen. Hey. En achterop de boterhammetjes gaan ook goed? Geen idee. Waar dat? Niet erin stoppen! Oh. Ja. Hij zit ook buiten de pan, ja? Ja. We zijn gewoon klaar, hoor. Oh. Oké, hij staat wel aan. Ja. Oké. Ja, hij staat aan. Ja, goed. Het kan dus zijn zo dat je hem niet aan hebt. Gaat Ja, gaat hij lekker? Oeh, dat vind ik eng. Nou goed, dus de bronnen hebben gezegd, het is bij de Jumbo. Ja. Jumbo. Ze zijn een beetje verbrand eigenlijk. Zijn ze verbrand? Eigenlijk wel. Dat is echt niet normaal, het is ook echt 2 boterhammen. Oei.
Die is helemaal zwart. Jongen. Hoe krijg je het voor elkaar? Ja, nou, ik moest hier bezig. Ja, nou, oké. Okay. Mag ik het op je boterham ploppen? Nou, doe die boterham even hier neerzetten. Ik heb wat? Pak jouw boterham ernaast. Ook. Hup. Daar gaat hij hoor. Niet laten vallen, hè? Ja. Oké. Okay. Je kunt toch gewoon een palletje scheef houden? Ja. Nee, dat gaat echt heel rommelig. Oh, nee, kijk, ja. Dit gaat beter, ja. Oké. Okay. Nou. Hoeveel wil je? Nou, gewoon een pan verdelen. Gewoon 50-50. Ja. Jij vindt het. Nou, zo is het goed. Laat dan maar. Anders is mijn boterham zacht. Ja, we gaan eten. Jongen. Ja, moet je water inzetten in die pan. Als komt het vast. We gaan even eten, jongens. God, waarom ligt Vee in de kattenbak? Achter op de grond de poesjes. Oké. Nou, daar gaan we dan hoor. Die springen we hoor. Jum katten. Ninja cat. Ninja? En? Cijfer 1 tot 10, wat is het geworden? Een? 7. Een 7? Oké. Okay. Ja, je bent natuurlijk gauw tevreden met een 7 natuurlijk, hè? Ja, snap het. En jij? Nou, het is voor een blikje, hè? Oh, zelfs, dat is zelfs lastig. Maar het is een blikje. Dus ja, dat kan eigenlijk niet zo heel veel veranderen elke keer. Dus ik vond hem oké. Okay. En je cijfers? Ik ben cijferloos. En gewoon onvoldoende dus. Ja, ik. Je zei zelf dat we dit moesten doen. Ja. En hoe is het daar? Jeuk? Mm-hmm. Ja. Een krabber. Gesprek. Dus ja. Ja, ik vond het. Eventjes. Hier. In de katarenne. Even het Frodo in beeld. De kleintjes liggen er ook lekker bij. Daddy. Dus en ik kom even, Abby. Hallo. We zijn klaar met eten. Ja. En ik zie opeens beneden nog dit liggen. Kijk. Oh. Je vingers. Oh. Kijk, nog een paar plaatjes. Oh, het boek. Het boek. Ja. Dus ja, we kunnen eventjes dat volmaken. Eventjes kijken of het lukt. Ik heb hier. Heb je even het moment eigenlijk? Ik stoor je natuurlijk in je huiswerk maken. Nee, dat kan wel. Kan het wel even? Ja, dat kan wel. Oké. Kijk, dat zijn de kaartjes. Die we vorige keer dus al hebben opengemaakt. Dat is misschien handig even om op per tientallen. Bovenop heb ik de... Oh ja, oké. Okay. Maar misschien moeten we even tientallen van het 1 tot 10. Zullen we eerst even deze even openmaken? Ja, doe even openmaken. Oké, is goed. Ik ga even de camera draaien. Gelukkig gaan deze pakjes wel echt heel makkelijk open. Oké. Dus dat moet ik wel zeggen. Vergeleken met andere... Ja... Oké. Okay. Nu hoeven ze niet nog helemaal aan het einde te doen, want we hebben er nu niet zoveel. We hadden de vorige keer natuurlijk echt heel veel pakjes. En we hebben er alsnog best een hoop trouwens. Zie ik nu. 6, 7. Ja. Oké, dat is goed. Laatste pakje. Gakpo. Oh, hier. Gakpo. Dat is een Nederlander. Dat is een Nederlander, juist. Daar hebben we verstand van. Ja. Nou, goed. Eigenlijk... Ja? Oh, het is dat vlaggetje. Oké, ja, je bent natuurlijk ook onwijs voetbalgericht natuurlijk. Ik kijk alleen maar nu, omdat het Nederland. We gaan even buiten de kamer om, even groepjes maken van 10. 1 tot 10, 11 tot 22. Dat is handigste. Ja, dat is ook volgorde. Het gaat helemaal weer fout bij ons. Is het niet gewoon goals? Wat de? Die nummers die kloppen dus niet. Ik doe even op nummertjes. Gaat weer helemaal fout. Nou, dan moeten we de hoek maar pakken. Of doen we landen? Ja, pak hem even. We gaan het boek hier. Oké, nou.
Oké, okay, eerst even kijken hoe hun het hebben gedaan. Nou, gewoon. Het zijn wel plakbladen. Oh nee, het zijn schuifdingetjes. Nummer 1, maar ja. Ja, hoe moeten wij weten? Waar staat het nummer dan? Waar staat het nummer? Ik snap er echt aan. Ik zie nog geen nummer. Laat maar eens even kijken op 66. Hè? Huh? Waar staat het nummer? Oh, hier een speelschema. Oké, okay, leuk. Ja. Ja, ik heb het gevonden. Ik snap hem. Dit dan? Ik snap hem al, denk ik. Ja, nou. Ja. 2. Ja, hier heel klein bij het goal staat nummer 2. 55, okay. 54, 82. 103. Kijken. 103 zit al? Ja. Oké, okay, daar staat het. Kijk, nummer. Want 2, dat is Radu. Ja, oké. Okay. Ja. En hier staat ook Radu, dus. Oh ja, oké. Okay. Deze. Oké, okay, nou, dat moet nog gedoe. Dat wil je een hoekje doen, zeg. Oké. Okay. Nou. Ja, dan moet je het kaartje een beetje vouwen. Oh, maar het moet ook op vier hoeken nog. Ja, en je moet het kaartje een beetje dan een knotje. Tjonge. Ja. Dat, Maar je kan het. Op nummer leggen. Ja, dan gaan we het gewoon. Maar dat duurt echt lang. Als jij dat op een honderdtal zat. Ja, dat is helemaal niet. Het zit allemaal 10 groepjes. Ik zie al verschillende stapeltjes. Nou, ik zie wel veel dubbele. Veel dubbele zie ik ook. Heel veel dezelfde nummers dat ik denk, hey, die lag hier net voor ook, dus we gaan het meemaken. Kijkers thuis, 10, de 01 serie, 20, 30, 40, 50 serie, 60, 70, 80, 90 en de 100. En dan kunnen we gewoon per serie even oppakken. En de laatste. Oké. Okay. Nou, okay. Zullen we het stapeltjes bij jou op je bureau leggen, het boek hier neerleggen? Kan ook. Dan. Ja, dan leggen we die stapeltjes even op je bureau. Hup. En dan. Ja, dat is even een mooie ontspanning tussendoor. Ja. Achterin beginnen. Volgens mij is het wel heel scheurgevoelig. Ja. Ik vind ook niet dat het er heel erg stevig in zit. Maar het kan aan mij liggen. Ja, misschien moet je daar dan vastplakken. Moet er dan nog eentje bij doen? Wat dan? Dus het dubbele. Nee, dubbele halen we dubbele. Even apart. Ga je even apart. Oké, oké. Okay. Die bladzijden worden echt zwaar op deze manier. Andere kant. Kijk, en nu moet je dus dit. Kijk, dat moet dan. We moeten dus echt nog niet opleggen, want ik wil die bladzijde stokers nog. Oh, oké. Okay. Ja, want die gaatjes zijn dan niet door. Nu zit er een lip in. Dat gaat scheuren, hè? Ik ben het niet eens met deze. Ja, doe dan. Ja. Hij zit nou dicht. Oh, hij is al dicht. Dit is echt toch niet normaal, dit. Ik snap natuurvriendelijk geen... Geen sticker? Maar... Ja. Oké. Okay. Jongen. Ja, Mr. Lidl. Ik weet niet of ik hier nou echt zo blij van word. Wat is dit? 100. Oké, okay, deze zijn wel open. 100, ik heb er 102. Oké. Okay. Ja, je moet niet last hebben van hoge bloeddruk. Nou, je hebt nu de smaak te pakken. Allright, wat zoek je? Nee, ik zit te kijken of... Nee, zo'n plekje, oh ja. Zo. Ja, maar ik moet eerst de dubbele eruit halen. 71, 75, 78, 77, 70, 73. Nou, ik heb jullie even bespaard dat we bezig zijn. We zijn nu echt onder de 20 serie, dus het gaat redelijk snel. Ja, het is wel vermoeiend. Ja? Vermoeiend? Ja. Hoezo? Omdat dat echt heel onhandig gemaakt is. Oh, oké. Okay. Maar ik vind het wel milieuvriendelijker. Hadden we 36 graden op? Ik weet het niet. Ik krijg hem even apart. Ja, die stickers, dat is natuurlijk ook niet goed voor het milieu. Nee, dus klopt. Het karton is natuurlijk als het weggegooid wordt. En dit kan je nog opnieuw... Recyclen. Doen. Juist. Want het andere was, als je het verkeerd opplakt, ja, had je gewoon dik vette pech. Ja, nu als het uitscheurt heb je ook pech. Die zit hier. Ja, maar die hebben we toch al. Oh ja. Dus dan. Oké. Okay. Nodig. 27. En de laatste pagina, oftewel de eerste pagina. Ook deze niet compleet.
Volgens mij hebben we geen ene pagina compleet. Ja, gewoon bladzijden hebben we wel compleet. Ja, ja hoor. Zeker weten. Even kijken. Dat zijn alle dubbele? Als het goed is wel. Oké, okay, nou, okay, hier missen we nog 3 en 5. Oké. Okay. Kijk, deze pagina is toch vol? Eén pagina vol, wauw. Oké. 7 en 12. Ja. Hier nog een pagina vol. 23. Bijna vol dus. 31, 35 en 38. Ja. Nog een pagina vol. Ja. 45 en... Ja. 57, 59, 61. Kijk, deze pagina is ook vol. 74, 76, 79, 81, 86, 88, 89, 90. 91, 94, 97 en 106. Oké. 106. 106. Dus ja. Nou goed, in ieder geval begin is er. Even een leuke break. Begint op het model te komen. Inderdaad. Juist. Nou, goed. Toppie. En dat zijn de dubbele. Ja. Helemaal goed. Top. Kan jij weer verder met je huiswerk? Wat heb je morgen ook weer voor de zaak? Wiskunde en aardrijkskunde. Oké, okay, zit er een beetje in? Ja? Okay. Ja. Nou, top. Dus, dat klinkt goed. Ja. Succes nog even. Dank je wel. Kijk. Ze doen het wel leuk, hè, buiten? Ja. Ja, lekker. Ze kunnen ook gewoon lekker in de weer rennen. Kijk. Hey, lekker. Ja. De room is wel dik. Oeh. Dikke room is wel. Mhm. Nou, dat is dik. Oeh. Wat ga jij geven? Ja. Ik heb wel andere kippenbokjes. Maar ja, het lijkt wel of ik aangevallen word. Nou. Kijk, hij vindt ze wel lekker. Ja, ik heb er dichterbij. Ja, eens proeven. Kijk of het zo goed is te eten. Ja, ik heb rustig hier gedaan. Ja, ja. Maar ik ben geloof het niet in de raten. Ja? Nee. Grote die... Goedenavond. Ja, zeker. Ja. En ja, vandaag hebben we natuurlijk niet zo heel veel gedaan, want ik heb eigenlijk gewoon de hele dag geleerd. Ja. Ja, ja. Zit het erin? Denk het wel. Oké. Ja. Dat is belangrijk. Ja, het is nu het laatste weekend dat we niet zo heel veel hebben gedaan. Want ik heb morgen nog 2 testen en overmorgen nog 2 en dan ben ik klaar. Jullie gaat voor de video. Ja, dus... Zo simpel is het. School gaat voor YouTube. Zeker weten. Dus ja, dit was dan het laatste weekend waarbij ik echt super hard moest leren voor dit schooljaar. En dan gaan we ook naar volgend jaar. Volgend jaar natuurlijk weer 3 toetsblokken. Testweken. Maar juist, dat zie ik dan wel. Ik zou zeggen tot de volgende video. Yes. Doei doeg! Bedankt voor het kijken van deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Abonneer op mijn kanaal en blijf op de hoogte. Geef deze vlog een duimpje omhoog. En tot de volgende vlog van mij. Doei!